lucid visions, de laatste handen van Herman Reus, de tafeldanster van John Lennon, hoe de mens is ook al veel te lange duur. Goedemorgen. Het is echt veel te vroeg, want het is 8 uur 's morgens en ik sta hier op dit moment al in Lichtaart bij de Kempische geitenboerderij Pollen. Zie je hier achter mij, om dat bord ziet. En de geitenboerderij doet mee aan het LIDER-project. Een LIDER-project in samenwerking met Urand. Een project genaamd Zorg met Streeksmaak. We gaan sowieso een keer gaan kijken in de boerderij zelf. Er zouden lammetjes zijn. Mag ik dat aanraken? Ja, natuurlijk. Ja. Ik sta hier op dit moment in Lille aan de Lindeloo en ik ga er perenkrummel eten. Marian, jij verzorgt hier als animator in de Lindeloo, blijkbaar. Jij doet er aan streekgebonden animatie of zoiets? Leg mij dan een keer uit, wat is dat? Dat klopt. Wij hebben eigenlijk vorig jaar in het najaar hebben wij de vraag gekregen van Rurand om een keer een week bijvoorbeeld van de peer te doen. En dat hebben wij ook gedaan. We hebben toen smoothies gemaakt. Fruitsalade, maar ook crumble. En dat was heel goed in de smaak gevallen bij onze mensen. Ja. Die vonden dat heel erg lekker, wij zelf ook trouwens. Dat we mogen dat gelukkig ook wel even proeven. Het is dus de bedoeling dat wij met de ingrediënten die wij krijgen van de... Vanuit de streek. Ja. Dat we dan een eindproduct maken. Maar dus van het begin tot het einde hebben onze bewoners dan mee. Gewerkt. Ja, en dat is een absolute meerwaarde. Het wassen van het fruit, het snijden, en ze zijn daarachter nog achter mij nog bezig. Ze snijden dus in heel kleine stukjes en dat is voor hun motoriek ook erg goed. Dus er zitten veel meer vaardigheden in dan je eigenlijk zou denken. Ja. Eigenlijk vandaar zorg, maar met streeksmaak. Met streeksmaak. Dankjewel. Ik sta hier ondertussen in de keuken van de Lindeloo en ik weet, het lijkt alsof ik net de Ronde van Vlaanderen gewonnen heb, maar het is gewoon, je hebt het gewoon nodig of je komt die keuken hier eigenlijk echt niet binnen. Het is waar, Corine, zonder fantastisch hoofddeksel geraak ik weer niet binnen. En we staan hier bij de oven waar de perenkrummel in zit. Ja. Juist, hè. We gaan gewoon een keer we gaan kijken of ik dat kan filmen. Tot en hoe is gedaan hier? Greet, jij bent coördinator bij Rurand, eigenlijk coördinator streekgebonden producten. Ja. Ja? En jij bent eigenlijk ook verantwoordelijk voor het project Zorg met Streeksmaak. Mm-hmm. Is het simpel om die streekproducten in de zorg te krijgen? Nee, simpel is het niet. Er spelen een aantal regels mee, zoals de wet op de overheidsopdrachten. En dan gaat het over de centjes en wie dat dan de producten mag leveren, tegen welke prijs, met de aanbestedingen. Er zijn hygiëneregels. Er is bijvoorbeeld ook zoiets als producenten die alleen geen voldoende aanbod hebben, maar die via een samenwerking wel kansen krijgen om hun producten te leveren. Ja. En op die manier hebben ze dan een win. Dus dat is positief. Ja. Er zijn ook heel veel zaken die te maken hebben met smaak, met de beleving van de producten, waar dat de mensen in het woonzorgcentrum eigenlijk wel een meerwaarde aan hebben. Als je weet dat met goede verse boter en verse hoevenmelk, de warme chocolademelk en de warme wafeltjes veel beter smaken of gesmaakt worden, dan weten dat het wel impact heeft. Maar nee, gemakkelijk is het niet. Er zijn te veel factoren die in rekening gebracht moeten worden om het gemakkelijk te maken. Greet, ik was deze morgen heel vroeg, veel te vroeg trouwens, was ik al op een geitenboerderij bij Pollen. En nu vroeg ik mij af, op welke manier geraken die geitjes dan in de zorg?
De geitjes zelf niet. De melk van de geitjes, ja, die wordt verwerkt. Dat hebben we waarschijnlijk ook kunnen zien, ja, 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 op de boerderij. Veerle van Polle is lid van Distri Gent. En ja, met een aantal producenten samen hebben ze een distributiesysteem opgezet. En aan de hand van dat distributiesysteem werken we eigenlijk om producten in het zorgcentrum te krijgen. Dus een ruimer aanbod en een, ja, gemakkelijk één plaats. Verschillende levering, partners, ja, in distributie. Ja, bijvoorbeeld wijzen, de peren voor de perenkrambel, ja, de appelsap van de warme wijn, de boter, die komen naar, zijn allemaal producenten die binnen Distri-Gent bewerken. En samen hebben zij een aanbodslijst en daar gebruiken wij gebruik van om nu te proberen. Dus ja, ja, de geitenmelk gehakt op die manier, manier in het zorgcentrum. Ja. De schappelier van seizoen 4, het zal wel zijn, het zal wel zijn, het zal wel zijn.